steek even je vinger op als deze van jou is. En ik ben eigenlijk benieuwd, jullie hebben hem al allemaal aan je hand, of die mond kan bewegen. Kan die mond van jullie dier bewegen? Nee. Laat maar even zien. Maas Theater en Dans, Villa Zebra en het KCR hebben samen een subsidie gekregen om met de scholen samen het cultuuronderwijs vorm te gaan geven. De Wilgenstam is een van die scholen. En het was leuk dat zij ook precies de wens hadden om beeldende kunst en theater samen eigenlijk als onderwijs te geven. Ik zie allemaal verschillende soort van patronen hoe je beweegt. We spelen zo 4 toneelstukjes. Het begint met dat ze liggen te slapen. De aardedieren op jullie schoot. En we hebben de natuurelementen genomen en we zijn vanuit water, vuur, lucht en aarde gaan kijken. Waar vinden we die elementen in de school terug? De lucht is misschien een leuk voorbeeld. Hebben we ook naar aanleiding van een gedicht hebben we droomwolken gemaakt. Ze hebben de wolken die zijn bij elkaar gekomen en die zijn aan paraplu's bevestigd, zodat ze echt konden zweven en in de presentatie gebruikt werden. En we hebben ze geleerd om niet alleen zelf groot te spelen, maar ook klein te spelen. Bijvoorbeeld in een les met gronddieren die ze bij Kim in de les hadden gemaakt, waar ze heel klein mee moesten spelen. En dan gaat het weer over precisie. Wat doe je normaal als je wakker wordt zelf? Berat. Uittrekken, dat is een hele goeie. Gapen, dat zouden we ook heel goed kunnen doen, denk ik, met de aardedieren. Gapen. Met vuur hebben we vooral de hagedis gepakt, die eigenlijk werkt zoals een zonnepaneel in een school, omdat die zich moet opladen met zon, dus met vuur, om te kunnen leven. Laat eens zien wat je doet als je verdrietig bent. Kunnen jullie snikken? Wanneer je het doek gebruikt en je ruimte gebruikt als compositieplek en experimenteert wat daarmee kan en wat daarmee gebeurt, zit je eigenlijk direct op het raakvlak met theater. Want het beeldende komt in je theaterwereld op het podium. Deze lessen waren voor de klasse ook een introductie in theater. Dus ze hebben ook de basisbegrippen van toneelspelen geleerd. Ik wil jullie eens vragen om eens in de basishouding te gaan staan en dan net te doen alsof er niets aan de hand is. Oeh, je kijkt dan als je nu nog strak naar voren kijkt. Denk ik, nou, er is niks aan de hand. Ja, dit is mooi, Nicky. Maar ik zie het echt niet bij jou. Uiteindelijk werken we naar een presentatie toe. Ook dat proces is heel belangrijk, omdat ze voelen dat het opbouwt en ergens naartoe gaat. Daar komt ook altijd een beetje spanning bij en ze moeten leren herhalen. Wat soms moeilijk is, omdat je iets al kent, het is niet nieuw en toch daar de kwaliteit uit zien te halen. En dat hebben ze gedaan. Leerkrachten hadden inderdaad ook een directe rol en zij mochten bij de lessen aanwezig zijn en tijdens de lessen observeerden zij op hun eigen manier de klas en de kinderen. En je merkt dat het daardoor heel erg veel betrokkenheid creëert onder de leerkrachten, maar het ook verspreidt over de hele school. Het heeft echt een gevoel van we zijn hier met de hele school mee bezig en geeft heel veel verbinding. En je ziet gewoon dat die leerkrachten trots worden op de kinderen. Wat ze zien ze groeien, ze zien ze veranderen. We hebben geheime codes met elkaar, zodat ze weten wanneer ze wat moeten doen. Want je moet maar kijken, dat gaat best tegelijk. Wat ons opviel in de presentatie is dat ze heel erg op elkaar letten. Iets wat je in de lessen ook al wel ziet. Maar dan is het belang zo groot dat je met elkaar weet wat er gaat gebeuren en wat het volgende is. Dat de samenwerking heel goed was. En als ze daarna terugkrijgen van het publiek, dat ze het knap vonden wat ze hebben gedaan en daar ook van hebben genoten, dan is dat denk ik een hele waardevolle ervaring voor de klas als geheel. Ja.